Een beetje paling dan ruikt. Je mag net bloeien. Ik zie op het. Wilt jij het misschien eens een keer proberen in de zee? Hallo! En een hele goede morgen YouTube. Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag iets superleuk op de planning. Wat gaan we doen met ze? Wij gaan op uitstap, op weekend, naar... Tussie! Anderhalf uur ritje naar Plankenbergen, waar we lekker gaan uitwaaien aan de zee. Let's go! High five! Let's go! We zijn 5 minuten geleden vertrokken en we staan nu al vast. Ramtoeristen op een top, hè. Er is hier dus... Een vrachtwagen, ja. Vrachtwagen. Oh, kijk hoe mooi het daar is met ze. Oh ja, echt heel mooi. Ik heb het over u. Oké, ladies and gentlemen, net aangekomen op de parking van het hotel. Aangekomen in het hotelletje. Joepie, we zitten op de eerste verdieping, dus we gaan nu de kamer even uitchecken. Eerst kloppen of iemand is. Zicht op zee? Zicht op zee? Zicht op de lijzen. Oké, okay, zijn we dan. En we krijgen er een ontbijtje bij, dus dat vind ik wel leuk aan het hotel, dat je gewoon s'morgens het bed kunt rollen en dan gewoon kunt eten. Oké, ja, ik heb me ook even omgekleed. Ja, weet je, eigenlijk moet ik... Wow. Kijk. Wat? In de tussentijd hebben we het centrum gevonden van Plankenbergen. We hebben een broodjeszaak gevonden. Zijn we even onze keuze aan het maken? Want ik wil sowieso krabsla, omdat we in de zee zijn. Zal het beter zijn, de krabsla, omdat we in de zee zijn? Hey jongens, we hebben de buit. We hebben toch gekozen tactisch voor de krabsla, omdat we toch wel in de zee zijn en we moesten toch eens maar proberen. Maar zou wij vers? En twee drankjes. Zou wij verse krab? Allee, zou het echt zo, echte zees? Had het niet zo wat een pakje zijn? Ik weet het niet. We'll have to zo, try to know. De zon is er mooi aan het doorkomen. Oh, wat ik zo happy van. Joepie de poepie. Oh, kijk, cool. Hey. Ja, want dat staat op zonder tomaat en I hate tomatoes. Ah, nee, taste testen. No, ja, we zullen zien dat het echte krabsla is van echt uit de echte zee of niet. Ik denk dat de man van de broodjeshop een voorkeur had voor mij, want mijn broodje is een beetje groter dan dat van Matthias. En is het echte krabsla? Geen idee. Maar je proeft dat toch niet? Allee, ik zal het proeven. Wacht, hou eens vast. Ja, het is nieuw of nooit, hè. Ik krijg kramp in mijn En ik denk niet dat het echt... Nee, Ik denk niet dat het vers is, hoor. Nee, oké. Okay. Maar je ziet er echt knap uit. Oh, dank je. Ik heb toch mezelf achter mij. Achter u. Achter u. Mijn spiegelbeeld. Misschien moet je het nog eens doen. Ik heb een half broodje opgegeten en Matt heeft nog altijd honger. Ik wil nog een toetje. Lekkere appelflap of zo? Nee, donut. Ik bevolde donut. Palingflap. Ik wil alle kanijtjes van de zee proberen, echt. Want ik kom niet vaak naar de zee, hoor. Nee, ik moet starten met mossel, echt. Mijn cola smaakt wel. Ja, mijn cola niet. Het smaakt heel naar tonen. Ik vind mezelf zo grappig soms. Welke paal moet ik dan pikken? Helemaal die verse, daar zie je daar zo die pier van achter. Ga daar maar naartoe. Mensen, ik denk dat hier een beetje paling aan ruikt. Dat is kei nat. Er is nog wel iets natter, hoor. En dan was mijn mop van de mossel niet goed genoeg. Okay. Stel, je bent op een vijf, ja? Ja. Yeah. En dit gebeurt. Wij, wilt je eens ruiken met mijn hemdje, dat mijn parfum goed is? Girl, ik heb nog een bed met twee verdiepingen. Ik bedoel twee matrassen. Oh my god. Een bed met twee verdiepingen. Ik heb een bed met twee verdiepingen. Ik heb een stapelbed. Jij mag wel on top als je wil. Abonneer als je... Als je nu niet hebt geabonneerd, dan snap ik het ook niet meer. Abonneer en like als je ons amusing vindt. Iedereen zo gedisliked. Dit is geen act dat wij doen. Wij zijn vanaf de camera... Echt een zieke haar op je neus. Ik mijn neus eraf. Maar ik heb schrik van haar. We gaan kijken van het kabeltje, maar deze is 2,5 meter. Dat is toch veel te lang? Ik vind dat niet te lang, hoor. Voor mij is dat wel goed, 2 meter. Marshmallows, kabel, sesam en hertpin. Nou, mensen kwam met een geweldige opmerking van we kunnen dat niet zo vervoeren, dat gaat niet, snap je, we kunnen ergens doen. Dus we halen het eruit. Ik was van, ja. Ik stap dus buiten en ik zie hier die vuilbakken. Ik zeg dat tegen Bas, ja kom, we gaan even naar die vuilbakken, want dan kunnen we daar alles in doen. En hij roept zo super lang, ja. Hey, mijn lip bloeit. Nee. Laat me dat vallen. Ik ben echt vandaag in de giechelboot. Ik ben een Blankenbergen hoor, dat is een direct marinaal. Nee. Oh nee. Nee. Het past er niet in. Het past niet in een schuitje.
oké. Voilà. Ik was altijd kijk, iedereen moet kijk cool. Iedereen moet kijk cool als ik dat even vroeger zo. Kijk, ik ga allemaal eten in één keer. Ja, je lip doet fucking echt maat. Doe iets aan. Mensen kijken. Lip gaat altijd steeds meer open, want ik lach. Nee, we waren net jongens en die waren echt raar aan het kijken naar u. Maar ik moet lachen. Ja, oké, en dan? Ik kan die waarschijnlijk nooit meer terugzien. Is dat een marshmallow? Ja. Ik zie op eens. Ik verschiet mijn ding. Hij verschiet. Ik wil die man ook. En dan. Het is gezond. Nu het was er niet snoepje. On the road naar de zee. Ja, ik zie, ik hoor. Ik hoor de zee, ik raak de zee. Zien jullie de zee, want ik niet. Dat is wel heftig. Er is water precies. Kijk, dan komt zelfs zo'n auto daar. Ze gewoon zo kunnen overrijden, dan gaan we ook zwemmen af. Want ik heb mijn bikini al onderaan. Hè. Waar komen we? We moeten naar daar, naar het water. Ben je desoriënteerd? En ik raak het water al. Ik ruik wel vaker de zee. Ja. Yeah. Maar nu is het wel heel heftig. Yeah. We hebben het water gevonden. En het is prachtig. Het is nat. Het is blauw. Het is alles wat je ooit gedacht zou hebben van de zee. Hey, kent je die serie nog dat wij het proberen in, op bepaalde plekken? Ja, dat weet ik wel nog. Ja. Dat jij het misschien eens een keer proberen in de zee. Zo hier zo. Maar niemand gaat dat zien, want het is mistig. Dat is wel een beetje nat, hè? Ja, weet je, ik zou eigenlijk ook super veel stress hebben van water, want blijkbaar kan je dingen aan vacuüm trekken in je gat. Snap je? Dus. Oké. Okay. En dan ja. Oké, okay, maar dan moeten we eerst in de zee gaan, toch? Dan moeten we het eerst uittesten. Blijf. Terug. We zien echt niet meer naar waar we gaan. Dat is niet gewoon. Zo maken ze dus het strand. Ze pakken zand van ergens en dan, zo hebben ze heel het strand gemaakt. Dus hier was nog geen zand? Nee, hier was, die zee is ook geplaatst. Hoe weet ik dit? Ik volg Matthias en Mitsen op YouTube. En daarna hebben ze met heel veel bakjes zout stas gedaan. Maar mijn haar. Ja. Mijn haar is echt van alles geweest. Eerst heb ik normaal geprobeerd, dan een pet. En nu terug normaal. Dus op een nieuwe missie. We gaan een lekker, lekker een strandje vinden. Hè? Ja. Nou, we hebben de zonsondergang gevonden. Oh, ik kan zo cute wandeling, cute strandwandelingetje doen. Ja, wat heb jij besteld? Oh, een lekkere lasagne. We hebben dus een pizzeria gevonden in Blankenbergen. Damn, ik heb quattro formaggi, ik hou van kaas. Ik krijg hier gewoon een shotje limoncello. Ja, blijkbaar is de traditie in Italië, zo limoncello. Ja, ik heb al gezegd dat ik 16 ben, maar het was blijkbaar oké. Okay, dus. Santé. Wij zijn terug lekker thuis. Hotel. Wij zijn terug op hotel. Echt oprecht, ik hoop echt dat jullie hebben genoten van deze vlog vandaag. Ja, ik heb net geëdit ook al een deeltje en we hebben echt wel, ja, we hebben echt wel een leuke dag eigenlijk gehad. Dus ja, morgen part 2 van Blankenbergen. Ja, en dan gaan we dus iets doen met diertjes. Hebben jullie de tip al door eigenlijk? Ja. Ja? Ja, hebben ik wel. Ik heb de tip door. Dieren aan de zee in Blankenbergen. Ja, nu, maar ja, dat wisten ze eerst nog niet. Dus eigenlijk een extra tip. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken, zoals altijd. En dan zien we jullie morgen terug om 5 uur. Voor een nieuwe video. Voor een nieuwe video. En dan zeggen wij, Matthias. En met ze, out.